Pela rua de morra, besta frinda, retis dar nem rentim, fanunça, fasta fandar, vandar vunsdar, nem renentuenter, deicemba. Não, e viu dito for o leise, vat de Bible zert, em tuida Coríntios, rostuc dri, em vez, seventim. In the Bible, zegt zo, de Heer nu is geest, en waar de geest des Heeren is, is vrijheid. Dus waar de geest van God is, is vrijheid. Dat betekent, niemand is vrij zonder de geest van God. Niemand is vrij zonder de Heilige Geest. Alleen waar de Heilige Geest is, pardon, daar is vrijheid. En Hij wil deze vrijheid in u brengen. Vrijheid om Hem te dienen. Vrijheid om uw eigen keuzes te maken. Vrijheid om te leven zoals Hij het wil. Vrijheid om God te behagen, God te dienen. Vrijheid om niet in de zonde te leven. Omdat velen willen stoppen, maar ze zijn gebonden in de zonde. Door de zonde, in de zonde. Gebonden in deze wereld, door de wereld en in de wereld. Maar wie de Heilige Geest heeft, deze heeft vrijheid. Dan daar waar u bent, laten wij bidden. Laten wij de Geest van God nu zoeken. O Heilige Geest, onze God en onze Vader. Mijn gebed, eerlijk gebed, is dat u woont in deze persoon. Het maakt niet uit het verleden van deze persoon. Maar dat nu, op dit moment, uw geest in deze persoon zal leven. Dat u, mijn Vader, uw leven zal brengen. De vrede, de blijdschap, vergeving van zonde. Laat deze persoon, die net vasten is voor uw geest nu ontvangen. O, mijn Heer en mijn Vader, versterk uw volk, uw dienaar. Sommige mensen maken een zware strijd mee. Help ze, help iedereen die maakt een zware strijd mee. Geef ze de overwinning, de kracht van uw geest. In de naam van Jezus Christus. Halleluja. Beste vriend, ga door. Praat met God. Verneder uzelf voor God. In Jezus' naam.